Hallo allemaal, Marga hier. Sorry, mijn stem is niet zo optimaal. Ik ben ook niet helemaal fit. Maar ja, ik heb de vaccinatie gehad en die valt niet zo lekker. Maar ik dacht, ik heb vanmorgen hele leuke nieuwe Penny Black stempels binnengekregen. En misschien helpt dat als ik mijn eigen een beetje hier ga vermaken ermee. Nou, ik ben echt heel gelukkig dat Doeding de Penny Black stempels weer in het assortiment heeft genomen. Ik hoop ook dat ze gaan lopen, zodat ze de volgende keer weer gaat bestellen. Ik had deze serie al besteld en ik heb vanmorgen nog een serie bij besteld. Zo gek ben ik erop. Maar ik zal even deze laten zien. Dit is een heel mooi landschap. Achterkant kun je het beter zien, zeg maar. Dit is de 40877 Streaming. Dan hebben we hier een dennenappel met een tak. Dat is de Treasured Pine 40875. Hier hele leuke, ja, bloesemboom. Dat is de Trendrils 40868. Hier hele leuke vogeltjes met de mistletoe en de besjes in de mond. En dat is de 40862 Feathered. En dan hebben we hier nog een dennenappel met een tak. En dit is de 40857 Wintergem. Deze vind ik ook heel erg leuk. Die tak met besjes en een vogeltje. Ik hoop dat jullie het trouwens goed kunnen zien, want ik heb geen lamp aan, maar meestal schittert dat plastic. 40876, de Settled. Deze. Die ga ik denk ik van de week gebruiken. In de live, maar dat weet ik nog niet zeker. 40878 Mary Berries. En dan heb ik deze nog. En dat is de 40865 Pinecone Putri. En die ga ik vandaag gebruiken. Die ga ik nu. Ik dacht, weet je, ik pak gewoon de bovenste. Dus ik heb alles weer omgekeerd. Daar ga ik meteen het eerste mee werken. Want anders ga ik weer veel te lang zitten twijfelen welke zal ik het eerste doen. Dus dit wordt hem. Nou, ik heb mijn stempelhulp weer gepakt. Hier zit een mooi paars lintje. Zodat ik weet dat ik niet buiten beeld aan het werken ben. En nogmaals, mijn stem is een beetje schor. Maar daar kan ik eigenlijk even niks aan doen. Even kijken wat daar is. Kijk, het zijn hele mooie rubberen stempels. Dus even kijken, want ik moet even uitzoeken hoe dat ik die beste neer kan leggen om ze helemaal te hebben. Ik wil hem eigenlijk eerst een stuk boven hebben. Zo. Wacht. Moet ik hem toch een beetje van de kant afleggen, mijn papiertje. Ik heb watercolorpapier van Florence. 300 gram heb ik nu. En ik ga stempelen met VersaFine Vintage Sepia. Dus niet met zwart. Kan met zwart hoor, maar ik dacht, nou, laat ik eens gewoon de bruine pakken die ik heb. Een behoorlijk stempel, dus even goed drukken. Kijk of het helemaal goed afgedrukt is. Nou, mag daar nog een beetje. We gaan het gewoon nog een keer doen, dan weten we zeker dat hij goed is. Jullie zien al, hij is niet zo donker. En dit zal wel geen korte video weer worden, want ja, je ziet wel, je moet wel inkleuren. Ja, nou is het helemaal goed. Even kijken, ik heb weer niet alles voor de dag gepakt. Heel snel beslissing om een video te maken, dus niet alles. Want ik wil er nog meer op stempelen. Dus ik moet even de stempel schoonmaken. Voordat ik hem dadelijk ergens neerleg waar ik hem verkeerd heb. Even kijken. Dan wil ik hier een stukje van die besjes hebben nog. Zo. Zou dat passen? Kan ik hem dan beter even omdraaien. Ik ga hem gewoon even omdraaien. Zo.
ga gewoon een compositie maken van die stempel. En als jullie ooit mooie voorbeelden hiervan willen zien en je zegt van nou joh, waar kan ik voorbeelden van die stempels zien? Ik volg op Facebook Mimi à la carte. En die heeft zulke leuke mooie voorbeelden als van Penny Black. Tussendoor heb ik hem weer even schoongemaakt. Nu wil ik ook even een hoekje hier hebben. Dan moet ik even kijken hoe dat ik nu weer neer moet leggen. Nee, ik wil geen dennenappel erbij. Dan weet ik niet of die knop in de weg zit. Nee. Zo. De tafel kraakt een beetje. Daar kan ik helaas ook niks aan doen. Daar zal mijn man van de week naar kijken, maar dat is nog niet gelukt. Even kijken, dan hier nog beneden. Even kijken, zal ik dan een keer de andere kant pakken. Zo, nou. Ik wil er eigenlijk niks van die dennen op hebben, die zitten er wel op. Geen dennenappel bedoel ik, wil ik erop hebben. Ik heb ook leuke tekststempels nu besteld bij Doe Ding. Dus, maar die heb ik nog niet. Terwijl deze kwamen vandaag binnen. Dus, nou, deze maak ik aan de kant. Want ik vind hem zo wel heel erg leuk. Hier even. Zo. Dan ga ik kijken of dat het een beetje ingezoomd moet worden. Ik denk het wel, maar dan moet ik wel een beetje. Nee, dat wordt lastiger, denk ik. Ik moet hem een beetje hoger leggen. Dan moet ik mijn plakbandje ook wat hoger leggen. Kijk, dan kan ik hem wel inzoomen. Zo. Nou, ik heb weer mijn bekende bakjes met distress inkt, gevuld met refills. En daar ga ik weer mee aan de slag vandaag. Ik heb een klein bakje met water. Een keukenpapiertje. En een waterpenseeltje. Waar ik geen water in heb zitten, maar even kijken. Nou, ik begin met de paint. En dan begin ik met de bladeren. Ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Want ik wil ook eigenlijk de schaduw en zo dadelijk laten zien. Wacht, de penseel is te nat. Jullie zien, ik doe veel met ronddraaiende bewegingen.
En als ik te veel op mijn penseel of ik vind het te donker, dan veeg ik wat af aan mijn tissue. Ik vind het nu al leuk, nu al leuk. Nu hoop ik alleen dat ik de geluid van mijn telefoon uitzet, want daar twijfel ik een beetje over. Maar goed, als dat niet is, dan hoor ik vanzelf als er iemand toevallig belt. Dit is wel heerlijk ontspannen om te doen. Nog een beetje donkerder. Zo. Dan heb ik hier een hele hoop groen van dennen. Dan zit ik even te kijken welke tafel wil pakken. Ik ga even een beetje, maar dat vind ik te fel, denk ik. Ja. Ik denk dat ik een beetje naar de forest moss ga. Dan begin ik aan deze kant. Dan was ik gewoon tot de sprietjes. Dat gaat heel goed. En doordat het bruin is met stempelen, krijg ik het juist een leuk effect. Zwart, dat is dan weer veel te hard, zeg maar. Zo, dan doe ik ze ook eerst allemaal. En hier moet ik een beetje opletten natuurlijk. Ik denk dat ik de bovenste helemaal maak en dan doe ik de onderste wel even buiten beeld. Dan is dat misschien voor jullie wel fijner. Dan hoef je niet zo heel lang naar mijn kleur te kijken. Kijk, dat is te veel. Dan veeg ik nu even wat af. Hier zit ook wat in het rood, maar dat doe ik nog even niet. Ik zit er een beetje ver van af, dus ik hoop niet dat ik continu met mijn haren in beeld ben. Even kijken, hier moet ik een beetje opletten. Nou, ik zal eerst maar even gewoon beginnen hier tussendoor. Tussen de besjes. Dan heb je nog een stukje van die andere kant. Waarom geen water in mijn waterpenseel? Ja, ik heb het al een paar keer uitgelegd, maar voor de nieuwe mensen nogmaals.
Ik deed het eerst altijd wel, maar dan gaf ik een workshop en dan waren er mensen die hadden altijd natte vlekken in hun werk. Zo. En dat komt omdat ze dan inknepen. Deze ben ik. Zit nog te veel. En dan, dan was je werk weg. Dus sindsdien heb ik eigenlijk zelf ook geen water meer erin. Zo. Nou, ik ga een beetje even kijken. Kijken of dat. Ja, misschien pine needles. Pine needles hier een beetje in doen. Ik mag een beetje meer maken. Met pine needles ben ik altijd veel te voorzichtig. En nu was ik weer minder voorzichtig. Dus dat je wat meer kleur erin hebt zitten. Jullie zien, dat heb ik dan eerst laten drogen. Ik weet niet of jullie het effect goed kunnen zien. Ja, ik denk het zo. Ja. Nou, dat doe ik dus ook weer bij alle drie deze. Gewoon een beetje. Zo. Heel leuk te horen. Ik pak even een slokje drinken, want ik merk dat mijn praten al niet meer zo heel makkelijk gaat. Dan zit ik te twijfelen dat ik dat ook een beetje hier nog zal doen. Ik ga het gewoon doen. Even kijken, deze waren het eerste. Een beetje. Niet te veel. Ook niet te weinig natuurlijk. En niet secuur zijn, hè? Gewoon een beetje speels ermee omgaan. Het is gewoon losjes. Ik heb daar ook heel veel moeite mee gehad hoor in het begin. Maar ik zeg, het gaat me nu toch al een stuk beter af. Deze is wat donkerder, dus er mag iets meer andere kleur in komen. Ik hoop dat jullie het verschil wel duidelijk kunnen zien. En daarom heb ik ook altijd het tissue in mijn hand. Te veel is meteen weg. Een blad heeft nooit maar één kleur, hè? Als je goed gaat kijken in de bossen, dan zie je dat ook wel. Even kijken. Ja, dit vind ik eigenlijk wel goed. Nou, dan ga ik even kijken of dat ik een hele mooie, fijne streep kan trekken. Dan moet ik even bruin hebben. En waar ga ik dan naartoe? Ik denk de Beltwix. Kijk, ik moet even die steel van die besjes inkleuren. En ik zit er een beetje te ver vanaf, wat had ik, Keltwixen. Dus het kan zijn dat ik niet helemaal binnen de lijntjes doe, maar dat is niet zo erg. Dan maak ik me eigenlijk ook eigenlijk helemaal niet druk over. Nu niet tenminste. Normaliter wel, maar nu niet. Omdat het voor mij een beetje aquarel effect mag hebben. Ik hoor jullie al denken waarom nu niet en anders wel. Ik denk dat zal ik dan ook maar meteen even uitleggen. Even kijken, waar zal ik die... Ja, die mag eigenlijk wel donker, hè.
deze. Dit duurt iets langer. We kunnen hem ook helemaal gewoon inkleuren. En dan daarna wat wit erop doen, dat kan ik ook nog doen. Dat is misschien eigenlijk nog net zo makkelijk, dus dat ga ik nou doen, dat is sneller. Zal ik dan eerst met de lichte kleur beginnen. Even kijken, twijfel. Ook met de Gellertwix. Gewoon even helemaal pakken. Dat is namelijk makkelijker om daarna het wit weer terug te laten komen. Deze stukjes heb ik al donker gemaakt, maar dat is niet zo erg. Anders duurt het zo lang weer voordat ik al die vakjes in gekleurd heb. Ik vind hem nu wel leuk. Maar ik moet zeggen, ik vind die van Penny Black echt heel erg leuk. Altijd een goed merk geweest. Een beetje te donker. Dus ik ben blij dat ze er weer zijn. En ik hoop dat ze ook even blijven, moet ik zeggen. Nou, dan ga ik nu echt even wat, weet je, Ground Expresso is nog donkerder. Wat donkerder in maken. Bovendien mag het best wel donker zijn, hè? Want dan zit het ook helemaal in. Hier kun je ook niet zo heel goed onderscheid maken, moet ik zeggen, van licht en donker. Dan zit ik weer te twijfelen welke kleur ik had. Dan wil ik weer de verkeerde pakken. Kijk, ik wil echt, echt donkere stukken erin hebben zitten. Soms is het ook echt lastig te zien. En jullie zien al, ik wissel gewoon een beetje af. En dan ga ik fluisteren, daar hebben jullie niks aan, want dan kunnen jullie niet verstaan, sorry. Nog een beetje. Ik ben nu zo geconcentreerd bezig dat ik denk van nou, ik vergeet te kletsen, ik vergeet dat de video aanstaat. Niet te veel.
Ik wilde eigenlijk mee naar de bossen om aan te wandelen, maar ik heb zo'n zomerbeentjes dat ik dat maar even niet ga doen. En ik dacht, ach, ik heb van die leuke stempels gekregen vandaag, dus. Niet alles wat ik nu licht laat wordt wit hoor. Blijft ook gewoon heel veel lichtbruin, zeg maar. Zou ook misschien wel handig zijn geweest, maar als je de achterkant er ook even bij gepakt had. Oh nee, kijk, die hebben het heel anders gedaan dan dat ik van plan ben. Nee. Kun je ook altijd nog doen, hè? Maar dan vind ik hem te saai. Dan mag nog wel meer leven in die. Die dennenappel zitten. Nat maken zodat ik overal nog een beetje meer kleur mee. Even kijken hoe jullie hem zien in beeld. Nou, dan ga ik de dennenappeltjes doen. Of de dennenappeltjes doen. En de besjes, daar pak ik twee kleuren voor. En dat is de Firebrick. Dan ga ik eerst met de Firebrick. Ik zal lekker rood maken. Wel te zuinig. Hier is een halve. Ook dat is niet zo erg als je zeg maar langs de lijntjes doet. Ik ben altijd van in de lijntjes, maar soms gebeurt het wel zoiets dat je niet helemaal in de lijntjes bent. Nou, dan doe ik ook alleen maar deze van de eerste bloem. En dan pak ik de H-Mogen hier. En dan ga ik even wat donkere erin zetten. Nou, mijn penseel is te nat, want ik heb te weinig donker. Meer donker hebben. Kijk, dit is donker.
veeg ik het weer af. Want het zijn wel kleine oppervlakten, dus je hoeft niet alles meteen helemaal weer donker te maken. Nou, kom op. Kijk, zien jullie het verschil met die besjes of deze? Ik ga even in de camera kijken zelf of ik het kan zien. Ja, hè? Kun je wel zien. Nou, die nog even. Beetje van deze afpakken en hierin doen. Zo. Ook in de besjes zit natuurlijk donker en licht. Nou, zit er nou niks aan. Nou. Ja, die H. Mahogany, die wordt een beetje hard in je kist. Er zijn twee kleuren, H. Mahogany en de Black Soot. Dus gauw als die met water aangeraakt worden, dan kun je ze gewoon weer gebruiken. Maar dan moet je ze wel goed aanraken. Dat deed het niet helemaal. Ik zie hier zo'n lekker frotje met... al die kleurtjes erin. Nu heb ik op dit moment Duits keukenpapier. En het Duitse keukenpapier heeft niet zo'n grote stukken. Dus scheur je niet zo'n grote stukken af. Dus eigenlijk is het best wel zuinig. En aangezien ik dat heel vaak voor dit soort dingen gebruik, is zo'n klein stukje meer dan genoeg. In het begin dacht ik van, hebben we nu toch weer. Nou, tot zover. En dan ga ik even zelf op mijn gemak hier dit stukje allemaal doen. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Nou, ik heb alles ingekleurd. En nu zien jullie waarschijnlijk wel, ik heb hier met mijn handen ingezeten. En ik heb dat al een beetje weggepoetst. Maar ik krijg het niet helemaal weg. Maar dat is niet erg. Ik ga nu toch de schaduw doen. En voor de schaduw pak ik tumbled glass. Dan doe ik even een beetje van die tumbled glass in mijn bakje. Dat die heel erg geconcentreerd is. Ga ik die even wat natter maken, zeg maar. Zo, dat is één. En dan doe ik ook een beetje bundled sage in een ander bak, ander vakje. Even kijken, zo. Mag nog wel wat meer, denk ik. Ja, volgens mij is het wel genoeg. Ik probeer het eerst uit. Deze twee kleuren ga ik de schaduw maken. Ik begin even met de tumbled glass. Maak mijn penseel nat. En dan ga ik heel voorzichtig hier langs. En al raak ik een beetje, is niet erg. En ik was het naar het midden toe uit. Ik kan het dadelijk altijd nog donkerder maken.
Je ziet wel met hoeveel je, hoe ver je komt zo. Maak hem even schoon. Zo. En dan ga ik dan ook weer. Ga ik hem draaien even. Pak dit in mijn glas weer. En dan moet ik even opletten. Ik pak even een nieuw stukje keukenpapier. Ik moet niet weer met mijn handen erin gaan zitten. Zo. Kijk, en ook hier tussen hoor je hem natuurlijk schaduw te hebben. Gewoon losjes, niet te bang. Ik zit er wel verder vanaf, dus het kan zijn dat het bij mij eerder misgaat dan dat je het zelf doet. Want dan hang je er toch wat dichter boven dan ik doe nu. En dan ben ik altijd geneigd dat ik weer dat ga pakken om af te poetsen. Maar dat moet ik niet doen. Ik moet dit pakken om af te poetsen wat ik in mijn hand heb. Zo. Draai weer een beetje. Ben ik helemaal vergeten te kijken of de camera wel loopt. Even spieken. Ja. Ook over die vlekjes zijn. Die zal ik hoogstwaarschijnlijk wel wat donkerder moeten maken, maar ik ga eerst maar even een begin maken met de tumbled glass. Punt er een beetje in. Hier hoeft hij voor mij niet te donker te zijn, omdat ik daar wil ik eigenlijk een tekststempel doen. Maar die tekststempels zijn nog niet binnen, dus daar wacht ik nog even mee. Ik wil dan ook even een nieuwe erbij doen. Niet bang zijn, zie je? Hoe banger je bent, hoe sneller het misgaat. En eigenlijk kan het niet misgaan, want het is een soort van aquarel wat ik nu aan het maken ben. Hè? Dus... Hier ga ik weer gewoon met de punt in, zo. Een beetje schoonmaken. Zo draai ik hem. Ik zit even te kijken waar mijn streepje is daar. Ik ben nu nog steeds alleen maar met die tumbled glass bezig. Ik heb wel een penseel met een vrij spitspunt. En dit zijn penselen die heel veel water kunnen hebben. Dan doe ik even verder naar achteren, zodat ik zie wat ik doe. Beetje uitwassen weer. Zo. Nog wel gemist zou ik. Ik moet niet te zacht gaan praten, want anders horen jullie mij natuurlijk niet meer. Stem is al niet zo bar.
eigenlijk gewoon even waar ook allemaal witte vlekken zitten. Hier zit nog wat. Wat moet. Zo. Kijk, daar heb ik hem helemaal rondom gehad. Maar nu vind ik hem te saai. Kijk, hier zie je wel nog dat er al een beetje van dat. Hoe heet hij ook weer? Ben het steeds tussen zit. Maar er mag nog wel wat meer bij. Dus ik ga hem ook hier een beetje nog aanzetten met bundled sage. Hoeft niet overal, maar het geeft wel een mooi effect als je wat verschillende kleuren erin hebt zitten. Moet er wel een beetje kleur meekomen natuurlijk. Ik wil niet overal het blauw weg hebben. Kijk, en hier raak ik nu dat rood ook en dan neemt hij dat rood ook weer mee. Als het rood nog niet helemaal droog is, dan gaat het ook lopen. Maar ja, ik vind dat niet erg. Ik vind dat er wel een beetje bij hoort. Zo. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien, die twee verschillende kleuren. Het valt zo niet zo op, zie ik wel. Tenminste niet als ik in de camera kijk, maar op mijn plaatje valt het wel op. Nou, hier moet hij natuurlijk ook een beetje donkerder, want het was natuurlijk erg rood hier aan de zijkant. Dus dan gaan we nog meer verbloemen met dat bundled sage. En ik zeg al, een beetje rood, dat maakt niet uit. Dat maakt het ook weer handwerk. Een beetje afdoen met penseel. Even kijken, ik was al bang dat ik niet genoeg bundled sage had gepakt, maar ik denk dat ik dat ook niet heb gedaan. We gaan eens kijken hoe ver we ook komen. Het is wel een hele mooie combinatie om die twee met elkaar te vermengen. Zet ik weer op dat goede papiertje te doen. Zo. En weer. Ik zeg het en meteen doe ik mijn penseel weer op dat goede papiertje uit. Nou, ik denk bijna dat ik toch nog genoeg heb. Anders is er geen punt hoor, want ik pak gewoon weer nieuw. Hoor. Maar juist die schaduw, ik hoop dat jullie het ook zien. Ik zal dadelijk even in de camera kijken. Überhaupt of jullie het zien. En dan moet ik hem hier even wat afvlakken. Ik ga eens even kijken of jullie dat kunnen zien.
ik zie. Ja, ik denk als ik er straks een foto van maak, dat het wel, wel wat duidelijker is. Ik wil mij ook niet te donker maken. Nu ga ik hem even verhitten, zodat hij droog is. Dan ga ik een paar dingen doen. En één ding is om even in die besjes even een wit streepje te zetten met mijn Posca-pen. Even kijken. Ik pak weer even een nieuw papiertje, want ik ben zo bang dat ik weer vlekken ga maken. Hij moet wel even... Ik dacht dat ik mijn nieuwe gepakt had, maar... Kijk, dat gaat beter. Nu zou ik met de Posca-pen eventueel ook de witte, kan ik misschien ook wel doen, die heeft bijna iedereen in huis. Zal ik dat doen of zal ik hem gewoon kijk, gewoon een stukje wit maken. Even zo, want dan kan ik het beter zien. Welke vlakken echt wit moeten. Ik zou, je hoeft dat niet overal te doen. Zo. Ik denk dat het genoeg is. Ik kijk even in mijn beeld. Ja, het is hierboven nog een stukje. Ik denk dat we deze zo gaan doen. Zo. Zo. Ja. Nou, dan wilde ik nog met de kleuren die ik net gebruikt had wat spetters maken. Even kijken en dan gaan we dat dus doen met die tomaatglas. Kijken wat ik daar nog. Zo. Dan moet ik eigenlijk nog een beetje wel steeds ook nog hebben. Toch even hierin doen, zo. Zo, en dan ga ik hem even drogen. En dan ga ik nog wat witte spetters toevoegen.
wil niet lang drogen hoor, die zit nat op lekker, maar dat komt uiteindelijk goed. Je hebt er iets meer geduld voor nodig. Nou, het grootste gedeelte is droog, dus dan ga ik even wit pakken. Pak even witte verf. Even kijken, ik denk dat ik ook even mijn schaaltje doe, is misschien wel wat makkelijker. En ik heb niet echt... Oh! Hier zit volgens mij meer onder het wit dan de bedoeling was. Ik in ieder geval ook, even kijken. Zo. Ik had net schone kleren aan. Slim. Maar goed. Even dat wit een beetje mengen. Dat is ook veel te veel, maar goed, ik laat het denk ik in het schaaltje zitten, dan kan ik het volgende keer gewoon nog een keer gebruiken. En dan zat ik net te denken dat ik misschien een grotere spetterkwast moest pakken. Dat ga ik dan ook maar even meteen doen, zo. Er zitten gewoon stukjes in, dat wil ik niet. Dat is wel genoeg, denk ik. Jullie zien al meer ook op mijn blad dan naast. Dat heb je dan weer als je een verf gebruikt. Er zitten soms van die harde druppels in, van die stukjes in. Nou, dan ga ik dit nog drogen. Dit is wel erg dikke druppel, die gaat echt niet zomaar droog worden. Dat willen we niet. Hier had ik er nog eentje. Zo. Wil ik toch nog wat spetters erbij, want ik dacht dat ik best wel veel spetters had. Maar dat is nog niet genoeg naar mijn zin. Dus opdrogen dan... We gaan nog een keer drogen. Dat is een beetje wat ik mooi vind. Dat is een beetje afhankelijk van wat je mooi vindt, hoeveel spetters je wil natuurlijk. Nou, kijk, ik heb ze natuurlijk hier ook op zitten drogen. Dat had ik eerst schoon moeten maken. Nou, even doen. Ik zeg, deze mat kan niet zo goed tegen de hitte dan mijn andere matten. Het bolt ik een beetje op nu. Maar goed, dan had hij maar geen mat moeten worden. Want
Dan moet je meteen kunnen. Nou, tot zover heb ik hem klaar. Ik ga er natuurlijk nog even een kaart van maken, maar dat vind ik een beetje saai voor jullie. En ik dacht, dit is heel veel informatie en het is alweer een lange video volgens mij, alles bij elkaar. Dus de tekst komt er ook nog op, maar die komt pas op als ik hem binnen heb. Dus ik maak eerst de kaart af en dan, nou, ik hoop dat jullie het weer leuk gevonden hebben. En duimpjes omhoog als je het leuk gevonden hebt. Commentaar ook heel erg leuk altijd. En tot de volgende keer. Doei doei!